Dat is ons is terug voor de wedstrijd tussen Andrew Robbie en Centraal. Centraal natuurlijk in die donkerblauw en geel. En Andrew Robbie in die blauw met die wedstrijd op hulle arms. En Andrew Robbie diep in hulle dal gevoel. Lijkt of hy Centraal die bal het. Speel hem af in die achterlijn. Achterlijn wat baie vlak lees. Loskakel wat naar die linkerkant toe hardloop. Hardloop had hier een gaping, hardloop deur die tweede gaping. Geef die bal uit. Baie nabij aan die kantlijn nou. En Andrew Robbie. Wat baie goed verdedig daaronder. Die mannen van Witte Drif doet nog steeds 4-4 hier achter ons. En de Robbie om die bal in te zet. En de Robbie met die bal heet in die middel van die veld. Geef hem na Plessie, die hier achter. Waar die bal prachtig oor die kantlijn jaag. Baie goeie skopie daar hierom. Kortlijn staan, die scheidsrechter laat het toe voor nou. Centraal waar die bal ingooi en de Robbie wat baie mooi competeer en die bal wordt dan weer oor die kant in geklap. Gelukkig het ons nie een spanlijst gekry by die centraal manne nie, so ons gaan net op hulle nommers kan speel. En de Robbie wat baie goed die bal dra daar, die nummer 6. Dylan McLeod. As hulle probeer die bal afneem daar so. Kestrechter sê ons op die sering, kan die pijnpolisie een bykie nader draf. Natuurlijk, hier is die vierde wedstrijd voor die dag. Ons nog twee oor na hierdie. Natuurlijk, een groot wedstrijd later. Uitsoorense volstruisies teen Bergsig. Plessie met die bal in die hand. Nummer 20 reserve wat opdraaf hier zo. Krijten King. Plessie met die bal laag hou, maar toch uitskop. Uitstekende werk daarom. Ook een speler wat ons ook gevang het die eerste dag. Krete van verlichting en wen wat hier achter ons aangaan. Baie lekker op de hoor. Manne van Robbie wat die bal aangaan, maar die bal is ongelukkig. Lijkt het voor en toe aangegeven was of aangeslaan was. En ons gaan een skram met die hier vir die manne van Centraal. Dit is een skram hier vir Centraal. Centraal wat die bal kan ingooi. Skram wat plat val daar. Centraal se manne wat die bal deurskop. Bal wat gebonse laat word deur Plessie. Baie gevaarlike hardklopper met die bal in die hand. Hierdie man het spoed. Kom verspoed makkelijk by die manne voorbij. Nummer 11 wat dan nie kan aanhou nie. Plessie kom homself regmaak maar verloor die bal voor en toe. Ongelukkig. Baie goed gedoen deur die man van Andrew Robbie, maar sy hand was op die grond, sê die skeidsrechter, voor hy die bal gesteel het.
vannacht getikt door die akker van Centraal, sit hom dan vir die nummer 7, goeie verdediging, man wat daar op die bal duik, maar toch los hy. Baie goed gedoen om nou, die reels baie goed te ken. Ja, as voorbeeld, strafskop vir Hoofvat, vir Centraal en Centraal tik vannacht gedra hardklip. Die nummer 2 wat baie prominent is daar, goeie verdediging door die nummer 4 van Andrew Robbie. Destin Smit, wat so goed verdedig daar. Skeidsrechter sê sy aanslaan, skram en de Robbie bal. Ja, sal Luke Aris sê die bal kan aangooi in die skram. Dan kan die bal daar na Louise en Rowan te gooi. En hier ek die achterlijn van Robbie ook wit warm. Liano Breiner, Tyron Bathers, Janine Geyers, Blaine Levac. En dan hy hierachter van die kaptein, Latham Plessy. Ek sien Latham met aan die andere kant, aan die klein kantje recht gemaakt. Maar waar kom toch hierdie kant toe? Goeie handen so verder, die andere Robbie manne. Plessy wat hier op die vleel staan. Bal vannacht opgetel, baie goed gedoen. Geen die bal maar net toe vir Plessy. Hoe gaan hy maak en afval hy ongelukkig net voor hy die verdediger kan uitkom. Baie goed gedoen. Deur. Die span van Andrew Robbie. Ja, ongelukkig dat precies er ook al vasttrap en aftrap is er weg geweest. Ja, absoluut. Een baie opwindende speler. Ik moet weer sê. Er is een scrum hier binnen die halfgebied van Centraal. Damien Simon, die voor hier die kant van Andrew Robbie span. Luke Aris waar die bal kan uitgooien zo. Baie goeie skram deur Zayman. Kry die bal en speel hem langs die achterlijn af. Twee centers wat nabij aan mekaar is op die oomblik. Dit is maar seker die manier om te staan. Ja. In hierdie stormsterkte wind wat waai. Bal is beskikbaar. Baie nabij aan die afbreekpunte wat hulle die bal speel. Bal is weer een keer beskikbaar. En Robbie kyk baie mooi achter die bal. Speel hem dan in wide. Goed gedoen daar door die achterlijn van die Andrew Robbie span wat nog steeds voor en toe gaan, nog steeds gaan hulle voor en toe. 1-1 nou, nie een goeie plek om te wees, die bal kom toch nog terug aan die kant van Andrew Robbie. Goeie verdediging door die span van Centraal. Die bal word gespeel in die achterlijn. Die 13 naar die vloer, hier is een man van de rest, hulle gaan binnen toe. Verloor, dan die bal achtertoe, sê die skeidsrechter, baie goed gedoen door die bal op te pakke daar door die nummer 13. Geyers. En de Robbie het die bal. Wacht nog steeds die hakker wat die bal nou kry. Bieke alleen. Hoe nabij is hy, die skeidsrechter sê nie, hy is nog nie daar nie. Simon op een prachtige lijn. Ja, David Simon. Wat sê die skeidsrechter daar, sê oor die lijn. Die skeidsrechter kan nie sien nie. En hy geet toch die drie vir Damien Zayman. 3 geteken door Damien Zayman vir Andrew Robbie. En is 5-0 vir die span van Port Elizabeth. Goeie lijn wat hy gehardloop het daar. Van die gebroken spel af. En dan prachtig deur gehardloop daar. En het 3 gedruk. Skeidsrechter eerst doodseker gemaakt het. Hy kan sien die bal is op die grond. En toe het wel sien, toe ken hy die 3-2. Moet sê, so is baie goeie hande wat in die Andrew Robbie achterlijn is, ek moet vir jou sê. Ek kan ek sê, dat is gewoond om in die wind te speel. Natuurlijk, hulle speel uit PE uit. Die PE manne, wat amper een voordeel het in hierdie type weer. En ongelukkig is die skop in die deur, he. Skop is toe nie oor nie. Tel ek blijf 5-0. En die guns van Andrew Robbie. Plessy wat die skop waargeneem het. Moet sê, ek hou baie van hom as die speler. Op die heel tyd soek hy die bal. Van Centraal uit die graskop. Van die veld af gedraaf kom.
nummer 13 van Centraal is en ongelukkig geen spanlys vir hulle nie. Bal wat diep afgeskop word, baie hoog gehang word, net een persoon wat opvolg, word verspot makkelijk ontduik. Daar die skramskapel, Lukaris. En Robbie wat nog steeds voor hen toe gaan, daar die achtste man. Derm wat daar voor hen toe drijf, nou vat Centraal om af. In die middel van die veld is hulle. Skeisregter wys, hulle was om kant. Weer een baie goeie lijn door die hakker. Arklop nog steeds, is nou diep binnen die kwartgebied. Van die span van Ender Robbie, hulle sal moet keer ken nou. Een van die slotte wat al voor in toe Arklop. Hier lee een man, nummer 6 van Ender Robbie. McLeod wat lee in die middel van die veld. Centraal wat nou vir voet aanval. Gaan hulle die bal kan terugwen, die man is om kant. Nog steeds, als ja, die scheidsrechter. Strafskop af voor Centraal. Strafskop voor die onkantlijn. Ja, Dylan McLeod een beetje aandacht krijgen bij die pijnpolitie. Bal van een getik door Centraal. Getik en voor een gaan door die nummer 5 daar van Centraal. Baie goed gedoen. Bal lekker sterk gedra. Bal is beschikbaar. Die hakker wat die heel tijd die bal wil dra. Kom hy nou langs die achterlijn langs. Loskakel wat de gaping sien en deur gaan nie deurkom nie. Span van Ender Robbie wat die bal probeer afneem en kry het reg. Bal wat uitgaan na Plessis toe. Skop hem ver veld af. Goeie skopie. Baie goeie skopie deur Plessis. Baie sterk voet aan hom. Soos wat ons saterdag met hom bedruk was. Cloud lyk my is reg en gaan weer sy plek inneem. Loop nog een beetje krippel aan die kant. Nummer 22 wat nou op die veld gaan verskyn. Nee, nummer 22 wat weer afgeroep word. Gesê word, nee maat, jy moet een beetje wacht. Weer een lijn staan wat gewen is door Ender Robbie. Elker wat op het drafstapje gaan nie so. Die van de wet doen baie goed. 5-3 binnen die eie kwartgebied. Of binnen sy eie halfgebied. Simon wat die bal nie kan aan die ander kry nie. Bal wat nou voor en toe verloor word. Maar die bal gaan hy langs die achterlijn af. Niemand wil hom nou heen nie. Skeisregter sê julle was die 10 nie. Manne wat hier op en af langs die veld loop. Strafskop. Hier, Ander Robbie. Bal wat gegeven word van nummer 16 daar. Vadille Hensen. Daar is het achter die bal. Daar is het wat nou hardloop al zo. Bal wat baie goed achtergekyk word hier in de Robbie span nummer 7 wat prominent is. Ja, Kiene Suys. Kom die bal nou weer in die achterlijn en Plessis wat die bal het. Iemand moet reg het hardloop. Nee, Plessis hardloop sommer dwars deur. Verspot makkelijk en net druk het 3. Ja, baie goed gedoen daar deur Leighton Plessis. Regtig baie indruk met hom. Ja. Baie spoed, baie moeilik om plat te trek. En as jy hom kan sy gee om te herklop soos wat hulle daar met hom gemaak het, dan gaan die probleme optel. Ek sien die span van Jok wat ook nou hier ingekom het. Ja, hulle speel dit in Kirkwood hier daar. En dan die hoofvuistryd natuurlik Oudtshoorn teen Bergsig. Sien regtig uit na die wedstryd. Moet sê sit een man met de besering, die skeisregter staan nader daar. Ek het nou nie gekyk vir die skop nie, was die skop hoor? Nie gesien nie.
Andrew Robbie wat lekker voorloop is, hulle doen baie baie goed. Dis weer McLeod wat sit, hierdie keer sit sy hand. Skop is nie oor gewees nie. So is dit die 5 punte. Plessie wat nou hierso. Waar het was een 7.3, dat is Plessie met die zwart kousen. Plessie met die zwart kousen aangespeeld. Weer een slinger vat wat daar plaas gevind het. Simon wat baie sterk met die bal hardloop. Hy en Plessie wat die 2-3 gedruk het. Ik weet niet hoeveel de mannen skop, hij heeft iemand langs hem gehad. Dian Bramer. Oh, en Damien waar die bal laat val. Damien McLeod natuurlijk in die oorlog vandaag. Eerst gezet met zijn benen en nu met zijn hart. Maar hij speelt nog steeds aan. Hij komt mij nu afgestapt. Of hij vraagt me niet raad bij die onderwijzer, lijkt het mij. We gaan weer terug in het spel aan, lijkt mij hij speelt achtste man. Met die nummer 6 op zijn rug. Span van Centraal waar die bal kan inzet. Uitstekende scram door die span van Ender Robbie. Baie, baie goeie scram. Zijman wat mij rechtig beïndruk in die departement voor die span van Ender Robbie. Ja, daarom een Songa wat daarop kom. Hij is nummer 8 draai. Weer een keer Simon wat zijn man op de rand laat kou. Centraal wat bij lateraal speel in een groot tackle. In die middel van die veld. Een beetje hoog. Daar die Geiers. Ja, Janine Geiers. Baie goeie druk wat hier in de Robbie opgezet wordt. Op die achterlijn van. Oeh, lijkt of die wel uit is achter die hoekvlag he. Gisterachter sê nee, die bal is uit. 5-3 van die doelen af. Centraal wat kan ingooi. Centraal wat definitief een 3 sal moet druk hier. Om in die wedstrijd te bly. Wel het nou gulde geleendheid om te doen. Ja, absoluut. Een van die twee groot slotte, die nummer 4 is lekker groot. Sal van hom die bal kan gooi en dan die drijfmalbeweging aan die gang kan sit. Kom eens kijken wat gebeurt. Kort en gooi. Skeidsrechter sê het vannacht toegemaakt. Vryskop. En die span van Centraal. Hy vryskop moet op die 15 meter merk wees, maar hy is sommer geneem op die 5 meter. Sy speel aan. Daar gaan een man deur en hy druk om. Skeidsrechter gee die 3. 5 punte af vir Centraal. Lijkt zo zeker. Van eerste fase af, zegt de scheidsrechter. 7.3. Ja, hij telling schrijft op naar 7 toe. Voor Centraal. Punten voor die span van Ender Robbie, 7 punten voor die span van Centraal. Hulle is nog in die wedstrijd. Plessie wat die bal in die gang krijgt. Uitstekend geskop. Die bal rol. Hulle tel hem op en speel aan. Dis nummer 11. Wat amper dwars deur haar klop homself. Bramer wat baie baie goed gedoen het. Kantlijn wat gewen het. Als hij bal binnen toe gegaan het, was het verspot makkelijke 3 van die afskopbal. Ja, nee. Hier is 7 punten zou dit geweest zijn, als het 3 was. Anders van fase 1 bal af.
Robbie wat baie goed meeding oor die bal. Bal jakkelsdraaie word gemaak deur sentraal, dan word die bal ver wel daar geskop. Plessis is uitstekend in posisie. Kry hom 100% onder beheer, maar dan het hy hom onder beheer. Klop een man, klop twee manne. Hardloop ook toe. Gee die bal binne toe. Nee broer, word uitgetikkel. Oor die kantlijn. Baie goeie verdediging gedaan die kant van sentraal. En Plessis 'n gevaarlike hardloper. Baie gevaarlike hardloper. Goeie voete en baie spoed. Bedrieglike spoed. Sentraal wat die bal kan ingooi. Plessis wat oor die kantlijn boender is daar. Op pad doelijn toe. Sentraal wag lank. Nommer 4 wat die bal oorklap. Akker wat die bal kom skoon maak. En Rob het hom afgeneem, die skeidsregter sê nee manne. Ja, strafskop. Mag nie, as die speler se voete op die grond is, kan hy nie die bal rip nie. Dit is die reël daar. Bal wat geskop word deur die akker. Nie te ver veld gewen nie. Wacht vir die bal. Ah, kom hy nou. Sentraal wat die bal kan ingooi, by die lijn staan. Gaan hulle weer op nummer 4 gooi. Bal afgevallen hier in de Robbie. In de Robbie lijkt wel om afgevallen het jaar. Alles beschikbaar. Mannen krap. Ah, kom die bal. Weer Simon de Heilige van mij naar Graskater tackle gelijk. Bal wat weer in de achterlijn afkom. Weer een man probeer bewerkstellig wat oor is. Krijg het niet recht hierdie keer nie. Aris wat wacht voor die bal. Heet om. Gooi hem uit. Simon wat gooi aan hem. Ten toonstel hier zo, die achtste man. Mashonga wat die bal het. Kom hulle weer om die draai. Aris gaan op een drafstap en word dan geduik in die middel van die veld. Tel McLeod die bal op, maar ongelukkig val hy voor op sy voete. Centrale die bal afgeneem en Robbie probeer hom weer wen. Die akker weer bitter prominent van Centraal. Ah, gaan die nummer 8 op een baie mooie hardloop vir Centraal. Bal word weer weggevuld, weggegooi. Centraal tel hem op en kry hem weer. Gaan die bal beskikbaar wees? Lyk vir my so. Ja, strafskop. Skeidsregter sê strafskop. Strafskop dan, Centraal. Ja, so 5 minute oor. 5 minute om te gaan. Centraal het hem dadelijk getik en gehardloop. Gooi die bal uit. Gooi een verdediging aan die kant van Ender Robbie. Eerste speler is in. Skeidsregter sê sy hande was op die grond, maar ek dink nie so nie. Hy was die eerste speler wat aangekom het. Dadelik die bal gespeel. Hakker wat hy bal skop. Ver veld af. En sy tegel wat op die aanval is hier. Baie goeie skop. Uitstekende skop. So 4 minute om te gaan in die eerste helfte. Centraal teen Ender Robbie. Ender Robbie 12, Centraal 5. Ek wonder waar gaan die wind begin waai. Die wind waai ons omtrent weg hier so vandag. Ek hoor hulle sê, jy kan nie een los baiekie dra nie, want hulle sal jy daar net buiten Port Elizabeth in die see kry. As die wind jou skep hier vandag.
net wat was chocobo daar dan alweer. Als je nou vandaag op een zinkblad moet leggen, vat die tot een garis. Ja, kijk, ik moet ze. Bal weer gewend door centraal, maar die scheidsrechter zei, was niet recht in gegooi nie. Ja, ze speler die van de Robbiebal. Van de Robbiebal van die veld af, van die veld afkom. Het lijkt even weer dat de dag het is, hè? Ja, het lijkt zoals Keanu Sijs. Dat is nummer 13, starnig uit Janijn Geijers. Lijkt even een beetje. Ja, lijkt een beetje een stand in de kop gekregen, als zo. En de Robbie, er is die bal in het. Geer die bal uit. Naar Luis van Rooyen. En dan Plessis waar die bal uit. En hij steekt in de skop. Naar die kantlijn toe. We zijn amper half tijd zo. Op bij die Grove Festival, natuurlijk bij Jeffrey's Boy en Mentor's Crawl. Plessis wat een geleerde voet heeft, ik moet zeggen. Nee, definitief. Dat is het type speler wat een klaprapje behouden wordt. Ja, absoluut. Ik zie nu mijn Claudie op je vleel. Bal wordt dan gegooid, de heer centraal. Goed gecompeteerd, de heer Span van Ender Robbie krijgt die bal terug. Arjen Zwaag. Wordt teruggeduik als zo door die mannen van centraalse verdediging wat baie goed hou. En de Robbie is een mannen wat goeie aan het probeer al die reg op en kom wat hier rechtig daar is. Ja, baie goeie duikste gehad, die centraal uitgevoer. McLeod werd die bal krijg op die vleel. Breek buiten toe, doen uitstekende werk. Bal baie mooi beskikbaar, baie dadelijk beskikbaar. Hardloop sterk. Die nummer 12. Ja, Aris wil die bal mooi uitgeven. Hij wacht weer voor die bal. Hij loopt daar van daar naar Luis van Rooyen toe. Maar kom je langs naar Plessis toe? Oh Plessis, net ja, amper die bal. Gekregen naar McLeod zijn kant toe, daar vat hulle hom. Hulle vang hom, krijg die bal naar die binnenkant toe. Centraal wat ook baie mooi achter die bal kijk. Goed gedoen, dan verloor hulle die bal weer. Skoppie hier. Ongelukkig slaan hom. Ongelukkig. Aris die skramskakel. Ja, die Aris had een laat tackle uitgevoerd die soppie. Ver deur geskop, deur centraal, die bal rol en rol uit. Ja. Kant van die veld. Een laat tackle deur Aris op die loskakel van 16 van centraal. Lekker was zijn enkel weekje zeer gemakken daar zo. En dan zeker in die laatste minuut of twee van drie af dan. Bal wat gewend wordt hier in de Robbie in de lijn staan. Skesrechter zegt nee, kom eens doen het weer. Dingen wat niet te glad verloop. In die lijn staan, maar dat is definitief te verwachten hier. En de Robbie heeft hem. Vorige klap daar, een tackle wat bieke hoog gelijk het. Ja, hij heeft bieke hoog gelijk. Skysdachter zijn spel aan. Ik denk hij met hem nou net uitskoop, wordt afgestorm, maar die bal gaan dood. Skysdachter zijn allemaal was om kan. Ja, strafskoop af en de Robbie. Nummer 16 werd ook terug, nou een bieke behandeling, terugdraf. Ver veld afgeskoop. Deer Plessis. En het behoort de laatste beweging voor de helft te wees. Een Plessis moet ze, beïndruk mij. Tijd wat amper verstreken is hier in de eerste helft. Hè.
gedoen daarso. Die bal nie reg het nie. En die scheidsrechter sê dis rustyd. Rustyd hierso. Dis is in baie moeilike omstandighede, maar Andrew Robbie wat nog steeds voorloop. Ja. En ons is nou nou terug. Baie gevaarlike spelers in die span. Ons sal definitief 'n aksie sien net hierna. Nou is terug vir die tweede helft, dit is in Ender Rabi in Centraal. Ender Rabi wat voorloop is op die oomblik. Skeiser sê aan in die skram daar. Skram. Ag. Strafskop aan Centraal. Die Akker skop die bal. Die Akker van Centraal wat die bal uitjaag haar op die dienreste belyn. Sien die kaptein van die Hawkspan wat al nader staan. Ja, vir die coin toss. Deel ek Hawk teen Kirkwood. Die Hawkspan is my baie professioneel optree. Absoluut, ek moet vir jou sê, baie goed gedoen gister ook, of saterdag.
oorgeklap daar deur sentraal. Kry nie die bal by die loskakel nie. Ongelukkig vir die speler van Ender Robbie. Die nummer 8. Masonga wat die bal aanslaan. Van Centraal en Ender Robbie wat het uitspookie voor ons Centraal kry om hardloop om in die kantlijn. Baie skens gehardloop, sit hem op die voet, nie goed gedoen nie. Uitstekende duikslag, die Taren Buiders. Al dan die nummer 16, voor die Lijnsen. Ja, voor die Lijnsen. Eerst kyk naar die opponente voordat hy die bal gevang het en dan die bal aanslaan, maar die eerste aanslaan. Was die span van Centraal en natuurlijk Ender Robbie wat die bal kan in sit op hulle kwartlijn. Ach, op hulle skram met so 20 meter naar die kantlijn toe. Ek wonder of hier nie een kans is. Oh, hulle het nie een achtste man op die oomblik. He. Bal word langs die achterlijn afgestuur, aangeslaan. Deur die nummer 12. Ja, Brothers. Bathers. Bathers. Ongelukkig. Skram vir Centraal, hier in hulle eie halfgebied. Dit is net 1 meter in van die 10 tristerpelein. Zwaai, loskakel wat aan die kant toe kom. Baie mooi vir Aris. Baie goeie verdediging deur Aris. Akker wat weer een keer die bal dra. Tydelik Jakker ook hulle skopper. Bietjie van een goose step daar. Loskram recht is op voor ons. Bal gaan naar die opkant toe. Mannen waar die bal zo staan krijgen, dus ook om hulle teruggedek word. Amper soos hospitaal aangeer, die loskakel waar daar weer een gaping kom. Die geen dan naar die 13 toe. Loskakel sy verspreiding is rechtig waar goed. Wat nou naar die kant toe kom, hulle kom die nummer 12 wat baie sterk hardloop. Gedek door die van de wet. Simon wat ook goeie werk doen na by die afbreekpunte. Simon vinnig in. Gaan hy die bal kry, die skeidsrigter sê nee, hulle krap die bal op die grond. Akker wat die bal tik, hy man was nie eers 1 tree terug hier. Wat nog van 10. Man is spook om besit van die bal, kry dit toch. Gee dit vir die nummer 4 wat reg het daar klop. Voorbij 1 man, voorbij 2 manne. Masongo wat net uit die pad het geboender word daar. Baie goeie beweging daar so. Die man het beer voorin toe. Hy bal in die vrug uitkom. Lekker kort gehardloop daar so deur die manne van Centraal. Oh, ongelukkig. En dan strafskop daar Ender Robbie. Aris het die bal gewen daar op die grond. Plessis die bal in hand. Plessis, reuse skop. Waar een man zijn kop scherm. Het lijkt zoals een sokkerbal waar haar klip. Nummer 22 het op haar klip voor Centraal. En die oorgeklap baan die lijnstaf van Ender Robbie. Aris weer die bal uit dat sy loskakel toe. Loskakel plat getrek daar. Aris wacht voor die bal. Speel maar die groot mannen toe. Ja, Simon wat die bal lekker sterk dra daar. Rechtig beindruk met die voorheen van Ender Robbie. Baie goed. Hy hou aan en hy beer voor het toe.
Elke tree is goud werd, baie goed skoon gemaakt door die nummer 8, Mashango. Maak die bal baie vinnig beskikbaar, die nummer 11. 11, bietjie van een show and go dan. Ja, altijd lekker om haar so deur te haarklip. Gee die bal verder uit, maar die skeisrechter het op sy vlekje geblaas. Aangeslaan en gelukkig Dani in die tackle. Nou maar is kan jy aan dat, wie was die eerste op internationale rugby, wat vir sy goest heb bekend gestaan het? David Campese. Natuurlijk, David Campese van Australië. Ja, hy was die man geweest. En hoe het hy die wedstrijd die game van rugby verander? En hy was ook diezelfde man om wie Pieter Hendricks gehaarklop het om hy eerste drie te druk in die openingswedstrijd. Van die wereldbeker in 1995. Ek onthou nog hoe Zandberg Jansen met een groot glij gevang in Pieter Hendricks omdat hy sy vuis in die lig gedruk het. Toe sê hy, jy speel nie meer in die school nie meneer. Hy speel nou internationaal rugby. Ek sê, dis op sy tong in die kies, maar wat een drie, wat een dag was het nie vir Suid-Afrika daai dag. Dan moet jy ook dink aan allemaal gesê, ja, jou vleels mag nie klein wees nie. Ja. Die geel aplons, die Colbys, te klein om rugby te speel. En kyk daar, met vluchtige voete en aftrap, kan jy enig iets bereik, wat enig iemand kan voor laat parkering voorsoek, is daar plek en rugby vir die groot ouwens en die klein ouwens. Ons is terug hier by die rugby centraal, wat mooi hardloop die bal, die loskakel, daar deur die gaping, word eindelijk plat getrek, so 5 meter verder. Die haker wat ek baie maak het, kon ongelukkig nie sy arm door die tackle kry nie. Daar was twee mannen aan die linkerkant op gewees en dan Straskop, dan voor centraal. As die bal net kon uitkom, was dit probleem met Feyenoord Rabie. Ongelukkig, bal aangeslaan. Deur centraal, en is de skram hier die halve gebied van Ender Rabie. Kan Ender Rabie telk hier die steelkankie omkom, Aris waar die bal moet ingooi. Sy loskakel Louis van Rooyen het recht staan. Van Rooyen mis een man, speel hem achter sy rug, Aris toe. En Damien wat daar op die vleel speel, wat eindelijk blank is. Damien McLeod. Wat sterk herklop daar, is keisrechter sê dit. Voordeel vir Feyenoord Rabie. Strafskop Feyenoord Rabie. En hier gaan met iemand gepraat word. Die bal wil dat even daar in die hoekje in geskop gaan word. Let's see wat hy uitstek in die skop. Baie goeie skopie. En Ender Rabie is op die aanval hier som. En dit is so 10 meter buitenkant die doellijn van centraal. En dan sal daar een goeie bal in die lijnstand wil kan kry. Met die achterlijn al opgestel vir Rabie. Plissie ook in die lijn. Bal mooi gevat, drijfmal beweging. Aris het rechtstel die bal te kry. Goeie rolmal beweging. Die bal aan die gang is van Ender Rabie, hulle moet net om... Centraal sal hulle moet ophou nou, centraal sal hulle moet ophou en haar druk hy drie. Drie aangeteken. Kan nie sien wie dit is nie, het lyk soos die haker. Van een vaste beweging, vaste... Die van de wet die haker wat uitstekende drie druk en is een 7.3 ook. Ja, automatische 7.3, natuurlijk hy drie aangeteken van die lijnstandbal af wat voorin toe gemaal is. 7.3 wat bykom vir Rabie. En die telling wat die opskuif
19-7, denk ek. Dan lyk dit soos 19-7. 19-7 vir Rawie teen Sentraal. Sentraal gaan alles wat uitrol hier op. Goeie afskop hier deur die hakker. Nooit gedink dat dit so sê. Vang die bal. Ja, ek het nooit gedink ek sal dit ooit kan sê oor rugby wedstryd nie. McLeod het baie goed gedoen het daar onder hoë druk. De Wet die drie drukker wat lekker sterk hardloop. Bal is beskikbaar. Harris. Sentraal wat die bal afgeneem het. Die nommer 12 wat ook een sterk hardloper is, wat sterk loop met die bal wat die middelveld hardloop. Bal is beskikbaar in die hakker hardloop. Gaan nie deur gaan en haal. Oh, gelukkig laat die bal vol. Gelukkig. En daar hebben we die bal skop, maar het is maar zo'n voorwoer skop. Die nummer 13 wat daar klop. Al verloor hy die bal voor en toe. Plessie. Maar die bal ver, veld maar skop. Goeie skop, was dat mannen waar ik moet jaag. En hy rol. Hier die opvolgverdediger van Andrew Abbott bykom. Ja, Damien McLeod is daar en sommer net daar by hulle uit. Omtrent 80 meter gewen met hy rolskop. Baie goeie optie daar door Plessie. Om die bal af te jaag. Plessie wat die omstandighede baie goed ken. En de Robbie Bope, jy wil in Port Elizabeth. Hulle vang al die hoë wind. Al die groot wind. Meer as een keer al in sulke omstandighede gespeel. Is de lijn staan vir Sentraal. Of vir Rabi althans. Skeidrechter Ryan was die regheid in gegooi nie. Die haker daar so. Die van de Wet dat hy baie gelukkig is toe self nie. Hy is ook nie gelukkig op die skeidsrechter. Maar dit is hoe dit is. Soos een skramskakel wat regheid met ingooi in die skram. Plessie wat eerst een slikkie van die Warner water gevat het. Bal word nou doelloos, amper geskop hier so door die span van Sentraal. Baie mooi in die handen gekry door die span van Andrew Robbie. Twee kanten nou om aan te val. Bal is beskikbaar. Slot het om homself een bykie oorgehaarklop. Goeie verdediging, solide verdediging door die span van Sentraal. Drijf die mannen achter toe, het seker 10 meter verloor. Baie goeie verdediging, Hassel. Ek sien vir sy man hier nie meer op van die veld. Wacht vir die bal, gee een ongelooflike aftrap vir een groot man. Ja, Louise de Rooij, waar aan die bal tas. Maar hy wou toch in die zweer saai, man. Die bal oppak. Die bal wat voor en toe verloor word. Strafskop. Aris wil vannacht tikke hardloop. En die skeidsregter gee hom die kans nie. Skeidsregter wat 'n verduideliking gee vir die manne. Hier is 'n beplande beweging hiersom. Ek dink die nommer 12 is in die afkoelstoel. En de Robbie wat voor hem toe drijf. De Wet. Baie goeie lag vanaf, Simon. Daar is weer. Hier is een oorman aan de Wet. Stel, gaan hulle die bal hoekom gooi hulle die lang aan. Ai, toch. Bal wat voor hem toe aangaan. Twee man oorbewerkstellig die achterlijn. En dan gaan iemand in gooie lang aangeven. Dit was die nummer 11. En dit is een skram. Hier vir Sentraal. Diep in hulle 22. Skeidsregter soek die pijnpolisie.
Manne wat van ver. Er is een wedstrijd tussen die pijnpolitie. Gaat het mama of gaat het papa wees? Die korte afstand, atlete. En dat is wel papa politie wat wij nou. Mama politie wat daar opgeven en langs beweeg. En is die beste actie tussen die laatste 2 minuten gekregen. Het is in die span van Jok wat opwarm waren achter die palen. Hulle het goed het wedstrijd in Kirkwood hier nou. Absoluut. Kan nie wacht vir daai ene nie. Manne van Hender Robbie wat bietjie water aan neem. Zo 14 minuten om te gaan. En ons wacht nog voor die scheidsrechter daar om die mannen weer bekort te krijgen. Hier op die vleel staan. Mannen, baie positionele schijven wat gebeur hier zo aan is. Wat op die oomblik aangaan. En dit lijkt vir my dat een hele paar mannetjies kan in verskillende posisies speel. Ons sien partykeer sommer die skramskakel wat nou op vleel speel. Loskakel wat jy agter speel, die nommer 11 vleel wat nou binne senter speel. Man wat nog steeds lê daar. In een klomp mannen wat nader stap. Vele talenten en zo. Spel wij begin. Centraal die bal kan ingooi daar zo. Onder geweldige druk daar van Rabi. Bal komt nog uit. En die bal wordt uitgeskopt. Niet uit, nie. Hij is toch uit. Hier net voor het interesse beleid van Centraal zelf. Lijns daarna gewend in Rabi en dat is best om lekker de rolmalbeweging hard te doen. Verdrijfmalbeweging. Het lijkt zoals Dylan McLeod dat die bal gevat het. Boy Gark met zijn 5 meter gewend daar zo. Bal blijft voor hem te gaan. Weer een Zijman. En dit is nog steeds Simon. En Simon gaat direct langs die palen. Tweede drie voor die man. Ja, Damien Simon. Druk zo rechts en rechter recht op al. En 5 punten wat bijkomen van Ender Robbie. Die voor hij kan stip. Hij kan hardclub. Hij kan rechtuit maak. En hij kan drie druk. Hij moet nog die palen te skop. Dan kan hij alles doen. Oh, ons het nou al akkers met palen skop. Ons het alles. Maar plezier gaan hierdie in die skop, maar Simon rechtig wel indruk met hom vandag. Op die verdediging, in die skramwerk en dra die bal baie sterk, 2-3 al gedrukt. Plezier kom voor en toe. Nee, dit is nie plezier nie, dit is Louis van Rooyen wat voor en toe gekom het. Ja, extra 2 punte kom in. Die palen bijgezet het. Thank you.
En de centraal weer gaan afskop. Groot achterstand. Heeft centraal die vermoe om terug te komen in die wedstrijd? Ja, centraal zal moet volgende punt aantekenen. Dus hulle het enige kans wil hê in hierdie wedstrijd natuurlijk. En dat hulle gaan gewicht aan die bal moet begin sit. Die wind waai nou baie sterk. Goed gevaar daar die Rami speler. Hy hark nog steeds. Wen een volle 10 meter. Lang aangegee deur. Is weer Zaiman. Skram nog skakel en Zaiman wat dan begin hardloop. Baie goed gedoen het. Zaiman wat baie goed doen na vir Torik Lewis gee. Krenton King wat nou as reserve skram skakel op die veld is. Het is Louis van Rooyen wat lekker daar, bal afskop in die hoek toe. En die bal wat nog steeds rol en rol en rol en rol. En hy is uit. Slim spel door die spelers van Andrew Robbie. Weet wat sy kant van die veld die wind geen waai. Skop die bal die kant toe. Ons speel die meeste van die rugby daar in die linkerkant van die boeka onder. Maar dis effectieve rugby en ek denk dis wel. Ja nee, definitief. Hierdie wedstrijd amper op einde. Manne wat centraal wat maar stadig terugval. Centraal die bal toch wen, maar bal kom my daar aan Rabie se kant. Het lyk of het de aanslaan was. En Rabie wat die bal sal kan ingooi. Die bal is daar aan die kant van centraal, hulle begin weer voor en toe te drijf. Skysrechter sê, dat was een aanslaan door Andrew Robbie. Ja. Skram vir centraal. Centraal, niks om te verloor, ek wil net so die bal hier uit haar klip en hulle het hulle uit. Ja, absoluut, jy gaan hom hier weg gaan skop dan. Ek denk is maar die beste om die bal in hand te hou. Kort pasies na by mekaar te staan en te kyk asof jy daar kan deurkom. Jy gaan die meeste veld maak deur die bal kort aangee. Hulle kry die bal, kom ons kyk wat er gebeur. Strafskop aan die span van centraal met een afklap en een onkantlijn. Ja, ongelukkig is daar Grenton King. Grenton King wat te vinnig om hy skram gekom het. En die bal daar uitgeskop aan die oorkant. Ja, nog steeds is het einde niet. Manne wat baie traag nou opstaan en stap naar die lijnstand toe met natuurlijk zijn traag wat homself kan ingooi. Want dat was een strafskop. En hulle het die bal direk uitgeskop. Bal wat terug is. Prachtig gevat daar deur die flank van centraal wat dan prachtig vorentoe drijf. Bal is beskikbaar, hier kom hy weer met die groot nummer 4 slot. Wat baie mooi hardloop aan die middelveld platgetrek deur Simon. Aangeslaan ongelukkig daar deur centraal. En is Rabie se bal om in te gooi by die skram. Ja, King wat die bal gaan ingooi vir Andrew Rabie. King sit hom in. En Robbie gaan steelkant toe. Ah, trekking, maar hy word dan vastgevat deur die nummer 11 van centraal. Die bal komt toch uit aan die Robbie kant.
Ja, Miel van Rensburg wat lekker hardklop daar met die bal die nummer 5. Allemaal een kan daar. Strafskop voor Rabi. Weer een tikskop die King. Tikkie bal gee om dan voor die eerste man. Masongo van daar klop die achtste man. Bal is beskikbaar, hulle gaan hom van. Gee hom dan voor die nummer 16 wat van Diesel Heinze is. Baie goed gedoen, die bal is nog steeds beskikbaar in die Robbie kant. Die loskakel speel voor Simon in die binnenkant. Net handen nodig hier zo, net handen nodig. Ongelukkig. Gaan die bal amper verloren. En Robbie heeft hem weer terug. Bal is beschikbaar. King. Gee hem voor die nummer 4. Dat is nu weer onnodige. Lange aangees. Geestrechter sê die bal is aangeslaan. Deur Blinde Levek. Mannen wat hulle frustraties. Maar hij lang aangee. Hulle sien wat daar agter staan op die middellijn. Bal wat dan gegooi word deur sentraal tel hem op gaan aan die steelkant. Skramskakel gaan op 'n wandeling homself. Kry die bal terug. Weer so paar tree. Kom hulle weer, gee hom in die agterlyn, gaan teen die grein in. Die nommer 13 wat goed doen, geduik as hy deur. Zayman. Als onkant spel daar so. Strasskop vir sentraal. Onkant lyne, net 2 minute oor. Hulle begin te hardklop, hulle het wel 'n goeie 30-40 meter al gemaak. Die akker het die bal. Maak hom nou vas. Het refereel het weer allemaal aan kant. Weer een vinnige tikskopje wat geneem word. Simon wat weer baie goed verdedig. Bal wat beskikbaar is. Bring hom na die oopkant toe. Die manne van Sintra wat nie op hou aanval nie. Ja. En baie goed doen. Sien. Ongelukkig daar aangeslaan. Word die bal aangeslaan. Skeisrechter. Op sy horlosie. Ek wil net presies sy landing sê. Nie baie tyd wat oor is nie. Ek dink dis omtrent die laaste skram hierdie. Ja, King kan die bal net inzet. Die bal krijg nog iets kom. Van die wedstrijd. King zet hem in. Ja, toch speel hulle in die achterlijn. Slaan een man oor. Louis. Is weer Van Rooyen. Wat een prachtige uitgegeven daar. King, wat prachtig hardklop deur die gaping daar. Almal het gedink hy gaan net die bal uitgee en toe gee hom nie uit hê. Bal is beskikbaar. Van Rooyen wat die bal laat vorentoe val, dis tel hom op. Deur die nommer 7 wat gaan hardklop. Waar gaan hy eindig? Nee, wat net oor die kwartlyn. Gooi die bal binne toe vir die nommer 2. Goeie werk. Hier is man van Sentraal weer een keer vastgesteek. Ja, die bal wil uitkom. Kan Sentraal helaas die laaste sê hierso. Ongelukkig nie. Skeidsregter sê die bal is vasgehou. Plessis wat wil hardloop. Simon wat die bal het.
paar mannen wat nou leer die veld lijkt soos 'n slagveld op die oomblik. Lijkt of Centraal hem afgeneem het. Weer een keer is het Centraal wat mooi achter die bal kijkt en hou aan met speel. Skeidsregter sê nee, hierso is ons nou te naby aan die beseerde manne. Te naby. Tyd amptelik verstreek. Ja, ons. Skeidsregter blaas hier 'n vlekkie. Andrew Robbie wat 'n klipharde wedstryd teen Sentraal wen. Redelik oortuigend. Ons is nou terug. Twee wedstryde om te gaan. Kirkwood teen York is volgende.